Op deze plek vinden op 20 september 1943 10 mannen de dood. Het gaat om verzetslieden die zijn geëxecuteerd door de Duitsers. De Groninger Klaas Karel Faber is een van de schutters van het vuurpeloton. De opa van Christian en Eduard Smallebroek uit Assen komt erbij om het leven. Hij was 30 jaar. Ja, hij zat in het verzet in Groningen en was actief met het verspreiden van drukwerk. Faber wordt na de oorlog in Nederland veroordeeld, maar ontsnapt uit de gevangenis en vlucht naar Duitsland. Nederland vraagt al jaren om zijn uitlevering, maar tevergeefs. Tot grote onvrede van directeur Tsuroff van het Wiesenthal Centrum. It's obscene. It's absolutely outrageous. There's no reason on earth why a person sentenced to initially to be executed and then had the sentence committed to life imprisonment, who escaped from prison, should be allowed to live as a free person. Hij is Duitser volgens de Duitsers en die Duitsers leveren geen Duitsers uit, landgenoten. En er is ook een bepaalde nonchalance van ach ja, allemaal te lang geleden, dus we geloven het allemaal wel. En ook iets te weinig druk van de Nederlandse regering waarschijnlijk. Als er meer druk was geweest, dan hadden ze het serieuzer genomen. De 89-jarige Klaas Karel Faber is sinds zaterdag de meest gezochte oorlogsmisdadiger van de Tweede Wereldoorlog. Faber woont in de Duitse deelstaat Beieren. Tsuroff vindt dat Faber hoe dan ook moet boeten voor zijn daden en wil dat premier Rutte druk uitoefent op Duitsland. Journalist Arnold Karskens steunt hem daarbij. Het is gevaar altijd bij dit soort zaken, lang geleden gebeurd, dus het versloft erg snel. Dus je moet, wat ik altijd zeg is van dat dossier Faber dat sluit als de celdeur achter hem dichtklapt, niet eerder. Emiel Roemer van de SP steunt die mening. Hij zal de zaak Faber morgen tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer aan de orde stellen.